Goedenavond, wat leuk dat je aanwezig bent bij dit webinar. Jouw webshop beter zichtbaar op social media. Ik ga nog heel even een paar minuutjes wachten tot iedereen binnenkomt. Maar ik zou het alvast leuk vinden als je in de chat eventjes laat weten wie je bent en wat je webshop is. En wat je hoopt te leren tijdens dit webinar. Ik heb de vraag stel ik ook in de volgende slide. Maar ik wacht gewoon ondertussen eventjes tot er wat meer mensen binnenkomen. Want het is natuurlijk precies 8 uur. En dan hebben ze even de tijd om ook binnen te stromen. In de tussentijd zou ik het dus leuk vinden als je je even voorstelt. Want dan gaan we daarna gewoon lekker beginnen. En dan ga ik me ook nog even voorstellen en dan gaan we lekker aan de slag. Dus ik ben benieuwd wie er vanavond om me kijken. Wat hoop je te leren? Want dan kan ik uiteraard gewoon je vragen meenemen. Dus dat is het waardevolle van dit webinar. Ik heb de gouden tips voor je op een rijtje gezet. Hoe je met algoritme om moet gaan. Hoe je je webshop beter zichtbaar krijgt op social media. Maar stel je voor, je hebt een bepaalde brandende vraag. Of je wil iets bepaald iets leren. Dan kan ik dat ook echt voor je meenemen. Dus dat is het allerleukste. Dus ik wacht nog heel eventjes, ongeveer een minuutje of zo. Tot er wat meer mensen binnenstromen. En dan gaan we lekker beginnen. Ik heb de chat heb ik expres op privé staan. Zodat je niet afgeleid raakt door alle gesprekken die er voorbij komen. En verder ga ik ze gewoon mijn camera uitzetten. Want zoals je ziet, ik praat met mijn handen en dan raak ik zelf altijd heel erg op afgeleid. Dus je ziet mij straks niet meer. Maar stel gerust tijdens het webinar al je vragen. Ik ga aan het einde doen een vragenrondje en dan neem ik alle vragen met je door. Want we gaan. Minuutje is bijna voorbij, dus ik zet hem al vast. Volgende slide. Nou. Dit is dus het voorstel, wat ik dus eigenlijk net ook aangaf. Ik ben eigenlijk benieuwd wie je bent en wat je webshop is en wat hoop je te leren. Het duurt altijd eventjes voordat mensen op deze vraag gaan reageren, omdat er wat vertraging op de lijn zit. Dus misschien is het een beter idee als ik alvast begin met mijn introductie en daarna in de tussentijd komen jullie reacties binnen. En dan ga ik gewoon eventjes doornemen wie er vanavond allemaal aanwezig is. Dus we gaan beginnen met de introductie. En dan ga ik ondertussen mezelf uitzetten, want je hebt me nu gezien. En anders word ik heel nerveus voor mezelf. Ik ben dus mama van Joby, Stephanie. Ik ben fulltime ondernemer en echte webshop-lover. Ik heb het eigenlijk geleerd door gewoon maar te doen en knijterhard onderuit te gaan. Ik hou niet van onrecht en geduld is soms een schone zaak. Ik wil graag harder als dat kan. Dat is aan de ene kant een sterke kant, aan de andere kant is dat een zwakte. Ik heb ondertussen al 10 jaar webshop-ervaring. Het begon met een droom in 2009. Ik wou destijds stage gaan lopen in New York. En ik dacht met de webshop wel even snel geld te gaan verdienen. De webshop heette Lady Liberty, vandaar het vrijheidsbeeld. En dat was voor je knipoog naar de stage in New York. Maar dat was niet zo heel erg makkelijk als ik dacht. Ik had namelijk totaal geen onderzoek gedaan voordat ik begon. En na een jaar besloot ik de webshop dicht te gooien. Omdat, ja, er kwamen gewoon allemaal dingetjes boven water. Waar ik vooraf totaal geen onderzoek naar had gedaan. Totaal niet had verwacht. Dus helaas, maar dat komt er ook bij kijken. In de tussentijd had de webshop wel mijn interesse aangewakkerd. Ik heb ook het laatste jaar van mijn studie omgegooid. Ik ben uiteindelijk ook niet naar New York gegaan. Ik heb stage gelopen in Amsterdam. Ook leuk. Maar tijdens mijn afstudeerjaar heb ik onderzoek gedaan naar hoe je nou een webshop opstart en wat er misgaat. Ik heb ook destijds heel veel mensen geïnterviewd om te kijken wat gaat er nou mis? Heb je je ingelezen? Hou je aan de wetten en regels? En dat onderzoek heb ik uiteindelijk uitgegeven als een boek. Hoe start ik een webshop? Deze is uitgegeven in 2012, dus ondertussen erg verouderd. Maar het leuke is, ik ben bezig met een nieuwe. De schrijf is klaar en ik verwacht de eerste week van mei om opnieuw uit te geven. En die is dan helemaal weer voor nu. Nou, ik ben uiteindelijk na mijn studie aan de slag gegaan als webshopmanager. En ik ben daar binnengekomen in mijn eentje. Ik heb ook alle facetten behandeld van die hele webshop. Ik heb de klantenservice gedaan. Ik heb de bestellingen gepakt. Ik heb de social media gedaan. De marketing, producten. Noem maar op. Alles van A tot Z. En dat was af en toe heel zwaar, maar wel een hele grote leerschool.
Maar ik heb het wel voor elkaar gekregen om omzet van 40.000 euro per jaar te verhogen naar 3 miljoen per jaar in een aantal jaar. Ik kan me ook met vallen en opstaan. Ik heb ook wel eens keuzes gemaakt die niet zo goed waren. Ik heb ook wel eens dingen gedaan die juist wel als het gek gingen. Dus dat is het fijne als je de functie kunt bewandelen ergens waar het geld zit. Dan kan je gewoon af en toe gaan als een banaan en gewoon kijken wat er wel werkt. Tijdens mijn functie als webshopbeheerder begon het te kriebelen. Ik startte ook weer mijn eigen webshop en die heb ik uiteindelijk na 3 jaar verkocht. En dat was het begin van dit jaar, omdat ik toch merkte dat ik het leuker vond om mensen te gaan helpen. En dus full focus wou leggen op business e-commerce. Even kijken, ondertussen zijn er wat reacties binnen. Gaby heeft een webwinkel met sieraden en geeft live shows op Facebook met het openen van oesters waar een parel in zit en die monteren dan ook sieraden. Oh, dat is tof. Dan krijg je ook meteen natuurlijk genoeg mensen. Leuk idee zeg. Ik zit ondertussen 2 dingen tegelijkertijd te doen. Ines is er ook, Ines van Happiness Box. Ines is ook een klant van mij en die heeft al wat dingetjes. Die is bij de webshop Groeidag geweest. Leuk dat je erbij bent, Ines. Ik krijg helaas verder niet heel veel reacties wie er allemaal aanwezig is. Dus ik ga gewoon lekker het webinar met jullie doornemen. En heb je vragen, stel ze gerust in de chat. Ik ga aan het einde beantwoorden voor je. We gaan lekker beginnen. Nou, we beginnen eigenlijk met het begin. Wat is nou een algoritme? Nou, iedereen heeft wel begrepen dat het algoritme van Facebook en van Instagram de afgelopen jaren veranderd is. Waar je vroeger nog heel veel bestellingen kon halen uit gewoon het simpel plaatsen van een bericht op social media, is dat helaas niet meer zo makkelijk. Maar wat is nou dat algoritme? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Het algoritme is een berekening die Facebook en Instagram maken aan de hand van jouw berichten of het relevant is voor hun volgers. En dat wordt onder andere bepaald door hoe snel een reactie komt op jouw berichten. Dus ze gaan eigenlijk gewoon kijken, is jouw bericht belangrijk genoeg voor de volgers om weergegeven te worden? Dus ik kan het heel technisch aan je uitleggen, maar dit is eventjes in Jip-Janneke taal om een beetje te begrijpen hoe het werkt. Nou, wat ze dus eigenlijk willen met dit nieuwe algoritme is dat jij interactie aangaat met jouw volgers. En het komt natuurlijk vooral bij Facebook. Facebook is begonnen als een sociaal platform. Misschien heb je dat wel begrepen. Dat is begonnen op een high school en het was echt om interactie te komen met elkaar. Alleen de afgelopen jaren is het natuurlijk zo gegroeid en groter geworden dat er ook heel veel bedrijven op zitten. En ze willen eigenlijk beide platformen willen weer terug naar het begin en dat ze interactie hebben met elkaar. Dus dat is eigenlijk waarom ook dat algoritme nu anders werkt. Nou, zodra jij dus een bericht plaatst op social media, is het eerste wat er gebeurt is dat jouw bericht getest wordt op een kleine groep mensen. En dat is dus om dus te kijken of jouw bericht dus waardevol genoeg is. Dus wat gebeurt er nou? Jij plaatst je bericht op social media en wanneer dus mensen direct gaan liken, gaan reageren, dan zal je zien dat ze het gaan laten zien aan een grote groep om te zien dat het meer waarde is. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld aan wanneer jij een bericht plaatst over een baby of dat soort dingen, of dat je getrouwd bent. Dan zie je dat Facebook en Instagram meteen merken dat daar meer waarde aan zit, dat er sociale interactie aan zit en dan worden daar meer mensen weer gegeven. Nou, het gevolg van dit hele algoritme is dus dat je meer moeite moet doen om zichtbaar te zijn. En dat je daar meer moeite voor moet doen en dat het niet meer zo makkelijk is om als webshop zichtbaar te zijn, heeft dus ook invloed op jouw verkoop. Maar er zit natuurlijk ook naast het feit dat Facebook en Instagram jou blokkeren en minder laten zien, zitten natuurlijk ook voordelen aan meer interactie met jouw klanten, met jouw volgers. Want Facebook ziet uiteraard dat het bericht waardevoller is. Je bereik zal vergroten, omdat de vrienden van jouw volgers zien wanneer ze gereageerd hebben. Dat is tegenwoordig echt een dingetje waar je op Facebook echt rekening mee moet houden. Als iemand op jouw bericht reageert, zien je vrienden het ook. Dat bereik je, vergroot je bereik weer. En je volger voelt zich betrokken bij jou. Dat was even kort het algoritme, hoe het werkt, hoe Facebook werkt, hoe Instagram werkt. En misschien dat je hierdoor al een beetje het idee hebt wat je nou eigenlijk moet gaan doen om dus meer zichtbaarheid te krijgen. Maar ik heb eigenlijk 5 gouden tips voor je opgeschreven.
En deze 5 gouden tips gaan er dus voor zorgen dat jouw berichten beter gezien worden, dat je meer zichtbaarheid hebt en dat jouw volgers jou gaan zien en dus dat uiteindelijk ook natuurlijk meer naar jouw website gaan leiden. Nou, tip 1 is eigenlijk een open deur, want het is eigenlijk wat je net al hebt aangegeven: interactie. Ga de interactie aan met jouw volgers. Vraag bijvoorbeeld om meningen. Zorg ervoor dat mensen daardoor gaan reageren. Dus je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een poll te plaatsen om iets te vragen. Dat is één optie. Alleen wanneer mensen reageren op jouw poll, zal niet echt jouw zichtbaarheid enorm vergroten. Misschien wel als er heel snel mensen reageren op je poll, dat ze het wel meer in je volgers laten zien. Maar de vrienden van jouw volgers zien niet wanneer jij op een poll hebt gereageerd. Dus je kunt er ook voor kiezen om gewoon 2 losse foto's te plaatsen en direct te vragen welke van deze 2 is jouw favoriet. Het voordeel daarvan is dat mensen moeten reageren onder jouw bericht. Facebook ziet het als een belangrijk bericht. De vrienden van jouw vrienden zien het als dat er gereageerd wordt en je bereik zal vergroten. Maar een ander belangrijk dingetje, en dat zorgt ook voor meer zichtbaarheid, is dat je gaat reageren op de reacties van jouw volgers. Dus wanneer iemand dan in dit geval dat we gaan vragen naar 2 verschillende opties, welke ze mooier vinden, is dat je gaat reageren op die reactie. En dat je zegt van nou, bedankt voor je reactie. Of misschien wel, ja, mooi is die hebben. Zoiets dergelijks. En dat heeft dus als voordeel dat en jouw bericht meer zichtbaarheid krijgt. En Facebook merkt dat er meer interactie zit op jouw bericht. Maar het heeft dus ook als voordeel dat jouw volger zich bij jou betrokken voelt. En dus weer sneller bij jou terugkomt. En daardoor ook jouw bericht in de toekomst beter gaan zien. Dus interactie aangaan heeft dus 2 voordelen. En Instagram heeft het voordeel dat je dus beter zichtbaar zal zijn. Maar het heeft ook voordelen bij jouw volgers. Even kijken hoor. We gaan naar tip 2. Nou, dit is een tip. En misschien doe je het al eens, misschien doe je het niet. Maar dit is misschien ook wel een van de grootste angsten van veel ondernemers: live gaan. En dat is op zich logisch, want je weet misschien niet wat je moet vertellen als webshop zijnde. Maar een live bericht heeft het meeste zichtbaarheid van alle berichten die er is. En het komt, ja, volgens krijg je een melding wanneer jij als pagina live gaat. En dat is Instagram idemdito. Maar wanneer jij live opgenomen en je plaatst vervolgens op je tijdlijn, wordt het een video. En daarmee gaat dus eigenlijk jouw bericht door met zichtbaarheid zijn. En hoeven mensen dus niet per se het bericht alle minuten gezien te hebben op het moment dat jij live bent. Maar zou je dus ook zien dat die live zich verder gaat verspreiden. Dus een live is echt een must wanneer je bijvoorbeeld echt iets wil laten zien aan je volgers. Stel je voor, je hebt een nieuwe collectie of je hebt een mededeling of dat soort dingen. Ga dan live. Want dit wordt gewoon gezien als een sociale functie. Mensen kunnen er direct op reageren. Je kan interactie aangaan met je volgers. En vind je het nou niet prettig om in de camera te gaan praten? Draai dan gewoon je camera om en ga gewoon filmen wat je aan het doen bent. Ben jij bestellingen aan het maken? Ben jij ergens, ik noem maar wat, thinking out of the box. En je hoeft echt niet zelf met je gezicht in beeld. Je kunt gerust ook je omgeving filmen. Wat je nou, stel je voor, je hebt een hele berg bestellingen of ik noem maar wat. En live is gewoon supergoed voor jouw zichtbaarheid. Nou, tip 3. Dat is nog zo'n dingetje wat heel veel ondernemers niet 1, 2, 3 heel prettig vinden, maar dat is personal branding. Ga jezelf als webshop-eigenaar ook profileren op social media. En dat heeft ook een aantal redenen. Mensen vinden het fijn om te kopen bij mensen. Dat is 1. Je krijgt een soort van herkenbaarheid. Dat is 2. En als derde, mensen vinden het ook leuk om te zien wat jij doet achter de schermen. Ze voelen zich betrokken bij je. Je deelt ze mee in jouw werkzaamheden. En als kleine webshop ben je echt niet de enige die dat doet, want de grote doen exact hetzelfde. Je ziet namelijk ook bij heel veel grote bedrijven dat als je bijvoorbeeld gaat chatten, dat je een foto ziet van een medewerker. Maar bijvoorbeeld Coolblue is een heel goed voorbeeld in dit geval. Zij maken echt gebruik van personal branding. Je ziet op hun social media, zie je dus echt hun
hun personeelsleden, om het even zo te noemen, voorbij komen. Ik heb dus even twee prinskindjes gemaakt van social media. En de eerste zie je vol Timo en Max. Nou, dat zijn twee bezorgers. En dan hebben ze een leuk filmpje gemaakt van die bezorgers. En ze nemen je mee achter de schermen. Coolblue is hier echt super goed in. Dus wanneer Coolblue doet, waarom zou jij het niet doen? En denk nou niet dat wat jij doet saai is. Mensen vinden het echt leuk om te zien wat je achter de schermen aan het doen bent. Dus plaats af en toe eens een foto van jezelf. Plaats af en toe eens een foto van wat je nou aan het doen bent achter de schermen. Plaats bijvoorbeeld is. Stel je ook bijvoorbeeld eens regelmatig voor. Ga bijvoorbeeld één keer in de maand een bericht plaatsen waarin je jezelf voorstelt en dat je zegt: dit ben ik. Ik ben de eigenaar van en dit is wat ik doe. En je zal zien dat je daar gigantisch veel reacties op krijgt. En één keer in de maand is echt niet belachelijk veel. Je denkt misschien, ja, mensen zien dat dan keer op keer. Maar dat is niet waar, want er ziet elke keer maar een deel van jouw volgers ziet jouw berichten. Dus wanneer jij het volgende maand plaatst, dan is de kans heel groot dat hele andere mensen jouw berichten zien dan de maand ervoor. Dus op die manier blijf je wel in de picture. Mensen gaan je gezicht herkennen. Mensen gaan zich betrokken voelen bij jouw bedrijf. En Coolblue heeft hier nog een voorbeeldje. Dat is een dag uitleven van Mitchell. Nou, Mitchell die werkt blijkbaar bij Coolblue. Of loopt een stage. Dat is niet helemaal duidelijk uit het bericht. Maar Mitchell neemt ze wel mee achter de schermen. Waardoor jij als kijker je betrokken voelt bij Coolblue. En dat doen ze natuurlijk super goed. Want dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een mega bedrijf. En je wil eigenlijk wel eens een kijkje nemen hoe dat gaat. Ik weet niet, het slaat echt niet alles in, maar dat is bij jou eigenlijk identiteit. En bijvoorbeeld een tipje is, Coolblue maakt hier gebruik van een doos, maar ze kunnen moeilijk natuurlijk één werkthema plaatsen. Duw jij het in je eentje, waarom gebruik je niet jouw foto als profielfoto? Klinkt misschien eng, maar het werkt wel, want je roept één herkenbaar uit op. Mensen gaan je herkennen, gaan je gezicht herkennen. En twee, komt natuurlijk een profielfoto, en dat is natuurlijk voornamelijk op Facebook. Een echt een gezicht komt vriendelijker over als je voorbij scrolt dan een logo. Tip 4, we gaan er lekker doorheen. Plaats ook eens berichten die niet per se verkopen. Je kunt natuurlijk elke dag 6 berichten plaatsen met een product en een link. Maar plaats ook eens een artikel of een bericht zonder link. En dan denk je misschien, waarom? Want ik wil natuurlijk verkopen. Dan zeg ik ja. Maar mensen hebben ongeveer 20, 25 keer nodig om met jou in aanraking te komen voordat ze een aankoop doen. Dus je moet ze juist betrokken laten raken bij jou en bij je bedrijf. Dus ga ook eens een keer informatieberichtjes plaatsen. Ga ze inspireren. Maak bijvoorbeeld, als je meerdere artikelen verkoopt, maak bijvoorbeeld flatlays, maak setjes. Bedek je volgers bij wat je aan het doen bent. Dus natuurlijk hetzelfde als waar we het net over hadden. En Facebook ziet deze berichten als waardevol. En je zal zien dat berichten met linkjes hebben gewoon minder zichtbaarheid dan ander soort berichten. Dus ga eens uitproberen wat voor berichten werken er voor jou wel. En plaats gerust af en toe. Natuurlijk, je moet af en toe wel verkoopberichten plaatsen. Maar wissel het af. Ga afwisselen met andere berichten. Zodat je een soort van mix krijgt van wel en niet verkoop. Want je moet het ook zo zien, mensen worden de hele dag platgespamd. De hele dag, kijk maar eens op je eigen Facebook of je Instagram tijdlijn met verkoop. Nieuwe artikelen hier, nieuwe collectie daar, aanbiedingen hier. Je wordt plat gegooid. Dus juist om mensen informatieve, leuke dingen te laten zien, waardoor ze geïnspireerd raken, ze zich betrokken voelen bij jouw bedrijf, gaat ervoor zorgen dat zij die stappen, die 25 stappen, die 25 momenten, dat zij met jou in aanraking komen, dat ze die sneller doorlopen. Dus probeer dus af te wisselen. Tip 5. Nou, dit is eigenlijk een opsomming van alle berichten. Wees zichtbaar. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd als gedaan. Maar eigenlijk wat ik tegen je wil zeggen, plaats regelmatig berichten. En hier is altijd in heel online land soms wat discussie over. De ene zegt, joh, plaats maar 3, 4 keer per week, want dan heb je waardevolle content. Maar ik ben van mening dat jij als webshop zijnde altijd waardevolle content hebt, want je hebt producten en je producten wil je laten zien en je kan echt wel over elk product iets vertellen. Dus plaats minimaal 1 keer per dag een bericht om zichtbaar te zijn. En dat heeft natuurlijk ook weer meerdere redenen. Dat heeft als reden
dat mensen je voorbij zien komen, maar het heeft ook als reden dat Facebook en Instagram zien dat jij content deelt en dus waardevol bent en de sociale contacten aan wilt gaan. Ga jij maar één keer per week een bericht plaatsen, dan denkt Facebook ook, wie ben jij? Geef er geen aandacht aan, want het is niet belangrijk. Dus bekijk kritisch wat je aan het doen bent en hou er dus rekening mee dat alles dus invloed heeft op jouw zichtbaarheid. Maar je zal zien wanneer je de vorige stappen doorloopt, dat dat ook natuurlijk verbetert. Nou, ik ga er wel snel doorheen vandaag. Ik zit alweer bij mijn bonustip. En dat is maak gebruik van video's. Want naast de Facebook Lives zijn de video's ook super waardevol. We gaan niet meer per se kijken naar plaatjes, naar foto's. Je zal zien dat ook, dat zie je misschien ook bij jezelf, dat je je tijdlijn doorscrollt, zodat je bij een video even blijft hangen. Zorg niet voor een video van een half uur, dat heeft geen nut. Maar maak bijvoorbeeld kleine video's van je producten. Want video's hebben gewoon ook weer een betere zichtbaarheid dan foto's. En dat is juist omdat ze dus de sociale contacten willen aangaan. En door een video te bekijken is toch weer een sociale contact. Tot mensen gaan interactie aan met jouw bericht. En dat kan niet met een foto. Dus maak gebruik van video's. Dat is echt een mega tip. En eigenlijk heb ik nog een andere tip voor je. En er zijn al heel veel ondernemers die gebruiken. Maar ga gebruik maken van Instagram Shopping. Want waar je natuurlijk een Facebook direct kan doorlinken naar een artikel op de website, heb je dat op Instagram Shopping niet. De mensen moeten naar je profiel, want ze kunnen in je bericht, als je daar een link plaatst, niet klikken. Ze gaan dus naar je profiel. Ze moeten daar op een linkje klikken. Dan kan je er maar één plaatsen of je plaatst een linktree. Wat overigens niet aan te raden is, dus je kan het beter op je website plaatsen. Dat is even een ander verhaal. Vervolgens moeten ze het artikel opzoeken op de website. En je bent ondertussen je klant ook kwijt, want ze zijn te veel stappen. Het voordeel dus van Instagram Shopping is dus dat iemand gewoon op het getagde artikel op jouw foto meteen naar het artikel gaat. En als je nou een webshop hebt, je zou even moeten nagaan. Kan ik weet dat het bij WooCommerce kan, van WordPress. Is dat je namelijk meteen een link aan die Instagram shopping plaatst, waardoor het artikel meteen in je mandje komt. En je hebt meteen gigantisch wat stappen overgeslagen, waardoor de mensen sneller een aankoop doen. Dus dat is nog een extra bonus tip. En ik had er nog eentje, maar die ben ik even kwijt. Dus ik dacht, misschien is het handig om eventjes naar wat vragen van jullie te gaan. Is er bijvoorbeeld iets uit dit verhaal wat je nog zou toegelicht zou willen hebben? Dan ga ik nog even navragen wat ik nou net in mijn hoofd had. Ga ik even na. Neem ik ondertussen ook een slokje meteen. Kijk even of er al wat dingen zijn. Rebecca zegt, video's gebruik ik nooit. Zal ik eens proberen. Goede tip. Boomerang, ook toepasbaar. Ja, zeker. Boomerang is natuurlijk ook gewoon een filmpje. Dus je kunt uiteraard de boomerang filmpjes ook gewoon op je tijdlijn gebruiken. Want dat is ook gewoon een soort van interactie. En je kunt natuurlijk gerust, van je elk product ga je natuurlijk ook eigenlijk wel een filmpje maken. Gaby zegt, ik krijg het niet voor elkaar. Dan wordt er gezegd dat alleen in VS Instagram Shopping. Nee, er is in Nederland ook echt Instagram Shopping. Wat je even zou kunnen kijken, ik zal je anders even het linkje geven, is ik heb op mijn website een mini-cursus Instagram Shopping staan. Ik zoek hem eventjes op. Kijk eventjes of je die stappen allemaal goed doorlopen hebt. Heb je dat gedaan? Voldoe je aan alle eisen die ik behandel in de mini-cursus? Die is overigens gratis, dus ik zal hem eventjes anders openbaar delen. Als dat lukt, waar zit dat? Hier waarschijnlijk. Nee, deze. Nou, ik stuur hem je eventjes zo. Als iemand anders het wil, reageer eventjes. Instagram Shopping moet je gewoon een aantal stapjes doorlopen. Het begint bij Facebook, het begint niet bij Instagram. Dat is eventjes wat verwarrend is in dit verhaal. Je moet er een aantal voorwaarden voldoen. Voldoe je aan die voorwaarden, dan is het helaas afwachten tot Facebook het over gaat nemen. Of Instagram, sorry.
En dat kan 2 weken duren, dat kan 2 maanden duren, dat kan langer duren. Dat is een beetje het vervelende van het hele verhaal. Het is echt een kwestie van geduld hebben. Maar kijk eventjes of je dan tenminste alle stapjes hebt doorlopen. Even kijken. Ik zie verder niet echt veel vragen. Dus als iemand nog een vraag heeft, stel hem gerust. Neem ik even een slokje van mijn thee. Ik ben even kwijt wat ik nou... Mijn andere bonustip ben ik even kwijt. Want die had ik ook niet ingepland. Maar die had vorige week, van de week had iemand een hele goede vraag. Maar schiet mij maar lek. Dat gebeurt erbij als je live bent. Dan vergeet je wel eens het een en ander. En die heb ik niet ingepland.